Hoi allemaal en super tof dat je kijkt naar alweer een nieuwe video. Mijn naam is Jetske en op dit kanaal laat ik jou zien hoe leuk, lekker en budget plantaardig en gezond eten kan zijn. Dit keer ga ik weer twee supermarkten met elkaar vergelijken. Een video geleden deed ik dit ook met de Lidl, Albert Heijn en de Vomar. En toen kocht ik eigenlijk 5 random ingrediënten. Daar kwamen heel veel reacties op en heel veel leuke reacties, dus muchos gracias. En vooral wat er gereageerd werd was de volkoren wraps. Ik weet niet waarom, maar mensen wilden zien wat nou de prijsvergelijking is tussen volkoren wraps. Vandaag ga ik dus weer naar 2 supermarkten en dit keer ga ik een gerecht kopen. Met, ja, de volkoren wraps. De supermarkten waar ik naartoe ga liggen heel dicht bij elkaar. Dat is de Lidl. En ik denk dus dat dit de Dirk van de Broek is. Nee, volgens mij is dit dus de Dekamarkt. Ik heb altijd het idee dat de Dirk in Bussum zit. Maar volgens mij is het de Dekamarkt. Goed verhaal, ze liggen in ieder geval bij elkaar in de buurt. Of ze ook qua prijs bij elkaar in de buurt liggen, dat ga ik vandaag uitzoeken. En ik laat je op locatie even weten wat er op mijn boodschappenlijstje staat. Dus laten we snel naar de locatie gaan. Ik sta inmiddels bij de Lidl en ik ga hier beginnen omdat ik vooral heel benieuwd ben naar wat voor producten zij nou eigenlijk hebben. Zo heb ik ooit een keer kokosmelk willen kopen. Toen zeiden ze nee, dat is alleen in onze Oosterse maanden of zoiets. Dus toen dacht ik, dat is toch best wel een toegankelijk product. Blijkbaar niet. Maar ik zei heel stoer dus, ik ga een boodschappenlijstje laten weten. In ieder geval wraps met groenten en bonen. En waarschijnlijk ook iets van een vleesvervanger zoals falafel of zoiets. Dat wil ik gaan maken. Worden ook warme wraps, want Paul is daar meer van. Als ze hier vegan kaas hebben, ga ik die ook aanschaffen. Want dan wordt het wel misschien die, hoe heet dat, burritos uit de oven. Zoiets wil ik denk ik gaan maken. Maar zoals ik al zei, ik ga gewoon kijken wat ze hier hebben. En dan precies dezelfde ingrediënten halen bij de Dekamarkt. Ik ben nu inmiddels bij de Dekamarkt aanbeland, zoals je kan zien. En ik ga dezelfde 6 ingrediënten proberen te bemachtigen. En ik moet zeggen, de crème fraîche en de vegan kaas vind ik nog de grootste uitdaging. Maar ja, we komen daar maar op één manier achter. Door gewoon naar binnen te gaan. En anders dikke vette pech. In ieder geval was ik blij verrast met hoeveel geld ik kwijt was. Het viel me echt allemaal reuze mee voor deze 6 ingrediënten. Maar op naar de Dekamarkt. Ik heb 4 ingrediënten gevonden. Nu het moeilijkste: de vegan kaas en de vegan crème fraîche. Ik heb gewoon alles. Oh my god. Nou, laten we gaan afrekenen. Ik heb gewoon alles gevonden. Oké, we zijn terug en ik heb alle ingrediënten even op volgorde voor me uitgestald. Hier liggen alle producten van de Lidl, hier liggen alle producten van de Dekamarkt. En ja, er zit duidelijk verschil. En ik geef alvast een, hoe heet dat? Spoiler. Het verschil is hem vooral in het feit dat Lidl heel veel eigen merk heeft, wat vegan is. En Dekamarkt heeft heel veel A-merk, wat vegan is. En ja, daar betaal je voor. Maar wat hebben we gekregen? Ik heb hier 6 keer Beter Wraps van de Lidl. Dit is 370 gram en daar betaalde ik €1,69 voor. Dit zijn dezelfde Beter Wraps, alleen dan van Santa Maria. We krijgen hier weliswaar ook 6 wraps voor, maar wel maar 240 gram. En daarvoor betaalde ik €2,96. Dus besef, voor bijna €1 meer krijg ik 100 gram minder. Like what? Goed, het volgende. De Haverfresh van Melkan versus de Haverfresh van de Lidl. Voor de Haverfresh van de Lidl betaalde ik 89 cent. Sorry, ik heb af en toe echt een beetje dyscalculie. Sinds ik bedragen elke keer in het Engels en in het Nederlands zeg. Wij zeggen namelijk 89, maar in Engeland zeggen ze 89. En die twee dingen haal ik constant door elkaar, dus mijn excuses. Dan hebben we hier de Haverfresh van de Melkan. En ook daar betaalde ik 89 cent voor. Ik wilde weer zeggen 98. 89 cent. Dus deze zijn allebei even duur. Dan heb ik 2 keer de taco saus. 1 keer van San Mario again en 1 keer van Cania. Geen idee wie Cania is. Maar goed, die heeft ook een Haverfresh. Of een Haverfresh voor mij, nou, die hadden we net gehad. Een taco saus. Voor de taco saus van de Lidl betaalde ik 99 cent. En voor die van San Marino €1,97. Dus bijna €1 duurder. En hier zit 230 gram in. En hier ook. Dan hebben we 400 gram Mexicaanse groenten. En 400 gram Mexicaanse groenten. Alleen Lidl en Dekamarkt. Bij de Lidl betaalde ik hier €1,99 voor. En bij de Dekamarkt €2,39. Dus zo'n 40 cent duurder. Ik ga eens even voor de grap kijken of dan de samenstelling ook anders is. Ben ik gewoon even benieuwd. Nou, 21% mais zit hier ook in. 18% witte kool. Hier zit 18% witte kool. 18% spersiebonen. 18% spersiebonen. 18% rode paprika. 18% rode paprika. Praktisch hetzelfde. Alleen deze is 40 cent goedkoper dan deze. En alles is helemaal hetzelfde. Dan hebben we 2 keer plantaardige rasps. Een plantaardige rasp. Oké, ik weet niet waarom ik dit zo raar zei. 200 gram versus 200 gram. Bij de Lidl was die €1,79. Dit is niet die van de Lidl, dit is die van de Lidl. €1,79. Nou, verrek. Ook hier is die €1,79. Bizar. Dus zowel de Haverfresh als de plantaardige rasp is gewoon helemaal hetzelfde. Dan heb ik een zakje kidneybonen, omdat ik dacht, dat heb je volgens mij overal wel. Niet helemaal waar. Ik vond ze wel van Boon. Dat is weliswaar in een bakje. Deze is 380 gram. Deze is 200 gram. Of niet uitgelekt, 225 dus. Minder. Voor deze kidneybonen betaalde ik 69 cent. Voor die van Boon betaalde ik €2,59. Bijna €2 duurder. En ja, er zit misschien, nou, er zit 100 gram, nee, meer. 130 gram meer in. Maar dat kan nooit €2 extra zijn. Want als ik hier 2 van had gekocht, dan was ik even, nou, even zeggen, even 70 per 70 is €1,40 kwijt. Voor 2 van deze. En dan heb ik nog meer dan dit. Wat de F, Boon, wat doe je? En dit is in chili saus en dit is lekker in chili. Maar hier zit alleen kidneybonen in en hier zit nog een heleboel andere shizzle in. Misschien betaalden we extra voor de extra shizzle. Nou, als je een beetje hebt opgelet en hebt meegerekend, dan is daar wel de conclusie dat de Lidl luid en duidelijk goedkoper was. Bij de Lidl was ik voor deze ingrediënten in totaal, en dus niks is in de korting, de bonus, de weet ik veel wat, €8,04 kwijt. Bij de Dekamarkt was ik voor dezelfde ingrediënten €12,59 kwijt. Ik vind dit serieus een significant verschil. €4 meer, ruim €4 meer, €4,50 meer eigenlijk, voor hetzelfde. Hier en daar zijn de verhoudingen wat anders, maar eigenlijk hier heb je er net weer iets meer van, maar hier heb je er dan weer wat minder van. En voor de rest waren alle verhoudingen precies hetzelfde. Zelfs de samenstelling van de Mexicaanse groente. Ja, voor mij heeft dit echt wel mijn ogen geopend. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij hierin staat. Maar ik ben echt wel een beetje in shock. Maar, om het nog even lekker af te sluiten, ga ik dan ook nog even een receptje van maken. In ieder geval van één van de twee, de andere bewaar ik voor later. Want ik krijg heel vaak de vraag, als ik dit soort video's laat zien, maar wat maak je er dan van? Of als ik een video laat zien waarin ik laat zien wat ik eet, is het, oh, heb je een recept? Nou, bij mij is het eigenlijk 9 van de 10 keer, gooi alles bij elkaar in de pan, gooi er wat kruiden bij en dan noem ik dat een maaltijd. Maar voor deze keer ga ik er burrito's vanuit de oven maken. En dat gaan jullie nu lekker zien. De burrito schotel maak je heel eenvoudig. Allereerst doe je wat olie in de pan en daar leg je de zak Mexicaanse groenten in. Deze roerbakje. Vervolgens doe je de afgespoelde kidneybonen erbij. Nogmaals kort roeren. En dan doe je de tacosaus erbij. Tip van Flip, klein beetje water in, schudden en dan heb je meer saus en een schoon potje. Win-win. Vervolgens doe je de crème fraîche erbij. Mocht je net als ik een camera in de weg hebben staan waardoor je niet bij het bestek kan, kan je dat met de achterkant van de bollepel doen. Je krijgt dan wel vieze handen. Omdat het vegan is, hoef je het eigenlijk alleen maar warm te maken. En dus kan je al snel de wraps vullen. Rollen, vegan kaas erover en voor 10 minuten even in 200 graden. En tadaa! Mega chille en voedzame burritos. Nou jongens, hier is Jetske uit de toekomst, of hoe zeg je dat? Weken later. Ik heb gewoon helemaal geen afsluiting van deze video gemaakt. Ik hoop dat jij het een hele leuke video vond. Vergeet dan zeker niet het duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan check ik je snel weer bij een nieuwe video. Doei doei!